Hoe kwam er een einde aan de Gouden Eeuw? Dit is de Universiteit van Nederland. ...20 augustus 1672, het gonst van de geruchten in Den Haag. Boeren uit het Westland zouden op weg zijn naar de stad. De schutterij wordt onder de wapenen geroepen om dat te verhinderen. Maar er zijn ook allerlei schimmerfiguren in Den Haag actief. Gedurende de voorgaande dagen en weken hebben die vergaderd op allerlei locaties om... Ja, wat precies? Daarvan zijn natuurlijk geen documenten overgeleverd, maar uit wat er daarna gebeurd is, kunnen we dat wel ongeveer reconstrueren. Een van die mensen is Cornelis Tromp, een vlootvoogd, iemand die leiding heeft gegeven aan de marine, successen heeft gevierd, maar die intussen in ongenade is gevallen. Op een van die vergaderingen is ook Willem III himself gesignaleerd. Op dat moment de opperbevelhebber van het leger, prins van Oranje. Iemand die in de voorafgaande maanden een enorme uitbreiding van zijn bevoegdheden en zijn macht heeft meegemaakt. In dat klimaat beweegt zich halverwege de ochtend Johan de Witt van zijn huis naar de gevangenpoort. Johan de Witt is de voorafgaande ruim 20 jaar, zeg maar, de politieke leider geweest van de Republiek, de Mark Rutte van de 17e eeuw. De Witt gaat naar de gevangenpoort om daar zijn broer op te zoeken. Zijn broer Cornelis, die trouwens ook actief is geweest bij de marine, is daar opgesloten omdat hij beschuldigd is van een moordaanslag, althans het voorbereiden daarvan, op Willem III. Die beschuldiging is zeer ongeloofwaardig, maar in het klimaat van 1672 wordt hij toch genoeg geloofd om niet alleen Cornelis te laten arresteren, maar hem ook door middel van tortuur, dus eigenlijk marteling, te dwingen tot een bekentenis. En het gevolg daarvan is dat Cornelis eigenlijk niet in staat is om zelf te lopen. En het bericht is gekomen dat hij voorwaardelijk in vrijheid gesteld zal worden. En de Witt gaat hem, zijn broer dus, ophalen. Nou, op het moment dat hij binnen is, beginnen zich buiten de schutters en allerlei andere mensen te verzamelen. En de sfeer wordt steeds opgewondener. Een groep ruiters, dus militairen, bewaakt de gevangenpoort om te voorkomen dat Johan en Cornelis iets zal overkomen. Maar die ruiters worden om 3:00 weggeroepen. Misschien omdat ze iets beters te doen hebben, maar misschien ook om gelegenheid te bieden aan... Nou ja, dat weten we dus niet precies wat die lieden van plan waren, maar dat ze niet veel goeds in hun schild voerden, dat staat wel vast. Er wordt gebonkt op de deuren van de gevangenpoort. Er wordt geroepen om het naar buiten sturen van Johan en Cornelis. En uiteindelijk geeft de cipier ook toe aan die druk. En zodra ze buiten komen, moeten ze lopen door een haag van schutters die met geladen geweren daar klaarstaan. Johan de Witt slaat die geweerlopen weg, maar op een gegeven moment stapt er iemand naar voren met een getrokken pistool, legt dat in de nek van de raadpensionaris en vuurt een schot af. En dat kan je natuurlijk niet missen. Nou, en daarna is het hek van de Dam. Er worden andere geweren op hem en op Cornelis leeggeschoten. Er wordt met geweerkolven geslagen. En de lichamen van de twee broers worden vervolgens meegesleept naar het Groene Zootje. Een eindje verderop aan het Buitenhof. Waar ze vervolgens door de menigte in stukken worden gesneden. Er zijn berichten dat niet alleen lichaamsdelen van de gebroeders bij opbod worden verkocht in de straten van Den Haag, maar ook dat sommige mensen over zouden zijn gegaan tot kannibalisme. Met andere woorden, die lichaamsdelen begonnen op te eten. Uit natuurlijk als uiting van hun woede over de politiek van met name Johan de Witt.
In het Haags Historisch Museum wordt nog altijd een tong en een vingerkootje bewaard, die naar men zegt zijn overgebleven van deze lynching. Maar of dat werkelijk zo is, dat is niet zo heel makkelijk te bewijzen. En als u weet dat in het Rijksmuseum 3 stokjes van Oldenbarneveld worden bewaard, dan begrijpt u al dat dat je voorzichtig moet zijn met al te snelle conclusies trekken. Maar de vraag is natuurlijk, hoe had het allemaal zover kunnen komen? Nou, 1672, dat herinneren we ons misschien nog wel van de lessen op school, was natuurlijk het rampjaar. Het jaar waarin de Republiek werd aangevallen door de Engelse vloot, door het Franse leger en ook nog door wat troepen uit Duitsland. Vanaf het vroege voorjaar trokken de Fransen op het grondgebied van de Republiek. En tegen de tijd dat deze gebeurtenissen in Den Haag zich afspeelden, waren Gelderland, Overijssel, Utrecht en ook de zuidelijke gedeelte van de Republiek allemaal bezet door de Fransen. He, met andere woorden, er was niet veel meer van Nederland over. Alleen Holland en Zeeland en in het noorden Groningen en Friesland waren nog vrij. De bedoeling van die aanval van die buitenlandse mogendheden was om die eigenwijze republiek eens een lesje te leren. Ze hadden jarenlang moeten aanzien met leden ogen hoe Hollandse kooplieden er met de buit vandoor gingen. Letterlijk omdat ze winst maakten, maar ook omdat ze schepen kaapten enzovoort enzovoort. En de bedoeling van deze mogendheden was om daaraan een einde te maken. De afspraak was dat Brabant en Limburg plus heel België Frans zouden worden. En dat in wat er dan nog over was van Nederland een soort marionettenregime geïnstalleerd zou worden onder leiding van Willem III, die de neef was van de Engelse koning. En de Engelse koning dacht natuurlijk dat hij op die manier invloed in Nederland zou kunnen uitoefenen. Nou, zodra ze in Den Haag lucht hadden gekregen van die aanval, van de aanstaande aanval, was diezelfde Willem III benoemd tot opperbevelhebber van het leger en in juni ook tot stadhouder. Willem was geboren kort nadat zijn vader de aanslag op Amsterdam had gepleegd en vervolgens overleden was aan de pokken. Een paar weken later kwam Willem III ter wereld. Johan de Witt was eigenlijk 20 jaar lang zijn plaaggeest geweest. Die had er alles aan gedaan om te voorkomen dat Willem III hoge functies zou kunnen bekleden, laat staan dat hij opperbevelhebber van het leger zou worden. In juni 1672 was er al een moordaanslag op Johan de Witt geberaamd, gepleegd, was mislukt. Willem III gaf onderdak aan de daders van die moordaanslag en bezorgde ze later lucratieve ambten. Zoals gezegd, hij werd gesignaleerd bij de vergadering die belegd werd door de comploteurs de avond voordat die slagpartij in Den Haag plaatsvond. Of hij ermee ingestemd heeft, we weten het niet, maar het heeft er alle schijn van dat zijn rol, laten we zeggen, een weinig fraaie was. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat Willem III zich, toen hij eenmaal benoemd was tot opperbevelhebber, zeer gewetensvol en vakbekwaam van die taak kweet. Hij slaagde erin om de Fransen te verdrijven en na 6 jaar oorlog liep die inval met een sisser af. In 1678 kwam er tijdelijk vrede, maar daarop volgde nog een hele serie andere oorlogen tussen de Republiek en Frankrijk. Willem werd in 1689 ook koning van Engeland en samen met de Engelsen voerde de Republiek die oorlogen in een poging om Lodewijk de XIV, die erop uit was om in heel Europa de baas te worden, de pas af te snijden. Pas na 40 jaar kwam er een einde aan deze oorlogen. In 1713 werd de Vrede van Utrecht gesloten. Dat was mooi voor de Republiek, maar het was ook slecht voor de Republiek. Want alle hoofdprijzen gingen naar de Engelsen en de Republiek had eigenlijk het nakijken.
En niet alleen dat, de Republiek ging gebukt onder een enorme schuldenlast. Een schuldenlast die zo groot was dat meer dan 2/3 van de belastingen onmiddellijk doorgegeven moesten worden aan de schuldeisers. In feite was Nederland in 1713 failliet en in 1715 was het ook echt zover. Nou, die problemen in de internationale politiek, die enorme schuldenlast die intussen was opgebouwd door al die oorlogen, die hadden grote gevolgen. Niet alleen voor de Nederlandse overheid, maar voor de hele Nederlandse samenleving. De VOC bijvoorbeeld was groot geworden achter een haag van geweerlopen. 2/3 van het personeel van de VOC bestond uit soldaten. Kooplieden waren maar een heel klein deel van dat personeel. Overal in de wereld had Nederland economische belangen en die moesten met behulp van het leger en de vloot beschermd worden. En toen dat niet meer kon, gingen die kooplieden dat aan den lijve ondervinden. Hun rol in die buitenlandse markten die nam af. Tegelijkertijd namen landen als Frankrijk en Engeland stelden allerlei importtarieven in die het voor Nederlandse bedrijven ook moeilijker maakten om op die markten te verkopen. Er was nog een probleem als gevolg van die Vrede van Utrecht. Tot dat jaar hadden die oorlogen ervoor gezorgd dat er een zekere mate van politieke eenheid bestond. Bij oorlog wijzen alle neuzen dezelfde kant op. Maar na 1713 kon de Republiek zich geen oorlog meer veroorloven en toen viel het hele systeem als het ware uit elkaar. En dat merkte je wel degelijk ook op straat. De armoede nam enorm toe in de loop van de 18e eeuw. Mensen kregen het slechter omdat er minder werkgelegenheid was. De uitkeringen werden gereduceerd. Het verschil tussen arm en rijk nam sterk toe in deze periode. Kortom, er waren allerlei grote sociale problemen. En die problemen vertaalden zich ook in onlusten. In 1702, het jaar waarin Willem III overleed, braken in groot aantal provincies onlusten uit. Oproeren. Regenten werden uit hun ambten gezet en andere mensen werden benoemd. Ruiten sneuvelden, wijnkelders werden leeggeplunderd. Er vielen weinig doden, maar het was duidelijk dat er problemen waren. Iets dergelijks gebeurde opnieuw in het midden van de 18e eeuw, in 1748. Dat was het gevolg van het feit dat er een nieuwe Franse invasie had plaatsgevonden. En mensen maakten zich grote zorgen over wat dat zou betekenen voor de toekomst. Maar ze waren ook boos op de regeerders die het zover hadden laten komen. En eigenlijk bij al die gelegenheden zien we hoe de Nederlanders zich zorgen maakten over het verschil tussen de 17e eeuw, dat al toen werd gezien als een hoogtepunt, en de 18e eeuw die daar maar heel bleekjes bij afstak. En men vroeg zich af, wat is er misgegaan? En sommige mensen zeiden, het is de wraak van God. Hadden we maar niet zo luxueus moeten leven. Onze zeden en normen verwaarlozen. Hadden we maar vaker naar de kerk moeten gaan. Andere mensen zeiden, nee, het is helemaal geen probleem van de godsdienst. Het is een probleem van de politiek. Wij hebben de stadhouder veel macht gegeven. En we moeten terug naar het poldermodel. Dat heeft ons groot gemaakt in de 17e eeuw. En als we dat terugkrijgen, dan zal het beter gaan met Nederland. Nou, er waren allerlei verklaringen. Er werden prijsvragen uitgeschreven aan het eind van de 18e eeuw. Met als vraag, hoe zal het weer beter gaan in de Republiek? En een van de remedies die werd voorgesteld was, er moet verplichte arbeid komen. Al die werklozen, daar hebben we maar last van, laten die weer in speciale fabrieken aan het werk gaan. En die fabrieken werden opgericht en die mislukten allemaal. De vraag is dus, ging het nou in 1672 mis? Het antwoord is, nee, nog niet echt. Ook in de 18e eeuw was Nederland een van de rijkste landen van de wereld. Maar in 1672 begon het wel minder te gaan en Nederland verloor zijn positie als toonaangevende natie.
En die hebben we nooit meer teruggekregen. Dat is jammer misschien, maar het was leuk zolang als het duurde. En vooral, laten we niet vergeten, Nederland is nog altijd een van de meest welvarende en, het is soms verbazingwekkend, een van de gelukkigste landen van de wereld. En veel daarvan hebben we te danken aan de Gouden Eeuw.